Ik was op vakantie met mijn vrouw. Ik hoop dat jullie mij niet te veel gemist hebben. Ik kon niet uploaden, ik was op reis. Ik wou even, phew, maar nu ben ik weer terug met die video's mee. Oh nee, we hebben zo gemist als je gewoon eens neer zit en iets vertelde. Storytime! Dus, ik ben met mijn vriendin naar Maastricht geweest. Zo helemaal in het topje van Nederland. Eigenlijk is het meer België dan Nederland, maar... Je kan niet naar de coffeeshops daar als toerist. Dus hou jullie comments van, oh, you only go there for the weed. Je kon daar geen weed kopen. Het verhaal dat ik nu ga vertellen aan jullie is niet zomaar een verhaal. Het is een verhaal waar jullie echt wel een levensles uit kunnen leren. Dus luister goed. Ik leid het een beetje in, maar hoe fuck dat was, maar... Op het einde kom ik op het punt en dan gaan jullie allemaal denken van, wow. Ik had niet gedacht dat ik hier een levensles ging leren op zijn kanaal. Dus we waren in Maastricht. We zijn al een paar dagen geleden teruggekeerd. En jullie moeten weten, als je van Maastricht naar België wil, dan moet je langs Luik gaan. Als je ooit al op een Belgische trein hebt gezeten, je hebt ze ooit horen afroepen, deze trein stopt ook in Luik, Guimet, Wallonië. En vanuit Luik moesten wij dan gewoon de trein nemen naar Brussel, maar dat is niet gelukt, want we hebben de verkeerde trein genomen. Waardoor wij ook van Luik naar Brussel zijn gegaan, maar eigenlijk met een stoptrein dat helemaal door Wallonië is gegaan. Stoptrein waar we langer dan 2 uur hebben gezet, en we hebben echt fucking stuk van Wallonië gezien dat ik eigenlijk helemaal niet wou zien. Dus zijn we langs Namur gegaan en zo. Weet jullie dat Wallonië een stad heeft, die stad noemt? Hé, in welke stad woon je? Ik woon in een stad, man. Na onze rit van 2 uur en 30 minuten op een fucking stoptrein door Wallonië zijn we dan toch in Brussel aangekomen. Omdat ik in Blankenberg gewoon had ik geen laatste trein meer naar Blankenbergen, dus ik was eigenlijk al in de rit genakt. Maar ik kon wel nog naar Brugge, dus ik bel gewoon naar mijn mama en ik zeg tegen mijn ma van, hey, kan je mij komen halen in Brugge? Ja, geen probleem. Mijn vriendin stapt af in Brussel, ik neem de trein naar Brugge, maar ik ben fucking moe. We hadden al super lang op de trein gezeten, ook gewoon van Maastricht naar Luik en dan van Luik helemaal rond langs. Nou, mijn batterij was ook bijna op. Ik was al heel tijd naar hetzelfde liedje aan het luisteren, ik was echt moe aan het worden. Dus ik wil uitstappen in Brugge, maar ik moet te traag gereageerd hebben of zo. Op het moment dat ik naar die deur wil gaan, gaat die deur niet meer op en ik begin op die knop te drukken en die deur blijft dicht en ik stond er echt van fuck nee. Dus ik loop door die fucking wagons, ik zie al die mensen zo kijken naar mij van nee, je bent te laat. Ik bel naar mijn ma van ja fuck, ik ben onderweg naar Oostende. Mijn ma stond te wachten in Brugge, zij dacht ook van fuck mij niet hè. Mijn mama rijdt terug naar huis, helemaal naar Brugge gekomen voor niks, dat is niet zo ver man. Ze stond daar wel effe. Dus ik zit met nog 8% in mijn telefoon op het trein onderweg naar Oostende om 11 uur s'avonds. Mijn laatste optie om dan nog naar huis te gaan was of met de taxi of met de tram. Omdat ik geen fucking taxi ga kopen als er nog een tram is, dacht ik dus van hey, ga wel met de fucking tram. Het trein zie vertrekken vanuit het station omdat je te laat was, dat is fokt. Maar als je op het trein staat en je moest afstappen, dan is het nog kutter om gewoon te zien dat jij in die trein zit. En hij gewoon vertrekt en dan sta je daar van ja, hey, nice man. Dan kwam die conducteur ook nog eens flippen tegen mij dat mijn ticketje niet klopte. Ik wou ook niet naar Oostende. Ik kom aan in Oostende om 11:30 of zo. Wat een kanker. Wat jullie moeten weten is, als je ooit in Oostende bent, vermijd het fucking station en alles daar rond in Oostende na 10 uur s'avonds. En zeker als je alleen bent. En als je een meisje bent nog meer. Maar als jongen, kijk, als je alleen bent, het is ook niet safe. Want ik kwam terug van reis, ik had een rugzak aan, ik was moe, ik had een paar zakken mee met dingen dat ik had gekocht. Ik was fully packed. Ik had nog 5% of zo toen ik aankwam in Oostende. Ik wou niet naar Oostende, ik wou er helemaal niet in de avond toe komen. Dus station en de tramhalte in Oostende zijn heel dicht bij elkaar. Maar je moet weten, die tramhalte... Dat is de meest illegale plek van heel Oostende. Dat is donker, er is daar geen verlichting. Je zit daar 10 meter van de hoeren en zo. Like, illegale buren, man. Ik woon ook aan de kust, dus ik denk van, hey, check. Gewoon rustig, mijn oortjes in. Ik heb nog 5%. Ik kan nog een paar liedjes luisteren. Die tram gaat wel komen. Ik stap daar naartoe. Ik zag je, er is daar geen licht. Dus in de avond, het is daar echt op eigen risico doorstappen. Ik stap daar naartoe en ik zie daar zo aan het lijnwinkeltje waar je ticketjes kan kopen. Wat natuurlijk al dicht was, want het is fucking België. Ik zie daar wel een groepje guys staat. Ik kijk niet naar hun. Of ja, ik kijk wel naar hun, maar het is niet dat ik naar hun aan het kijken was. Mijn oortjes zitten in en ik stap gewoon naar die fucking tramhalte. En ik ben gewoon voor mij aan het kijken. Dus ik was naar muziek aan het luisteren met mijn laatste procenten van mijn telefoon. Stel, er zou iemand iets roepen naar mij of iets zeggen, ik zou het toch niet horen. Dus ik loop gewoon rechtdoor en ik kijk gewoon voor mij. Ik kijk gewoon naar de plek waar ik naar wil stappen, snap je? Want dat is normaal, je kijkt naar waar je loopt. Ik kijk niet de hele tijd naar mijn voeten. Ik had dat beter gedaan, maar... Dus ik wandel door. Ik wandel voorbij die lijnwinkel, voorbij die guys. En ik wil gewoon zo een beetje van achter gaan staan of zo. Omdat daar wel iets van licht was. Dus ik ben zo gewoon door aan het stappen. En op een bepaald moment voel ik zo een redelijke tik op mijn schouder. Zo geen vriendelijke tik van hey, hallo. Nee, echt zo een harde tik. Ik ben moe, ik ben packed. Ik heb een paar tassen vast. Ik draai mij om. En ik zie daar een van die guys gewoon like, achter mij staat. Dus ik doe mijn AirPod uit zo langs de ene kant. Ja, ik heb AirPods, man. Ik heb wel geld. Dus ik doe die AirPod uit. Ik kijk achter mij. Ik zie daar zo één guy zo in trainingspak. Like, dat doe er niet toe. Maar gewoon om een beetje te schatsen. Ik zie daar zo een guy in trainingspak achter mij staat. En ik draai mij om. Ik doe mijn AirPod uit. Kijk zo. Ik zeg gewoon van, hey, problemen of zo. In zo'n situatie, ik denk altijd van, ja, ik heb problemen, man. Dus
ik sta daar gewoon. Ik sta gewoon van, wat is er? En het probleem met mij is dus, als ik in zo'n situatie zit, op de een of andere manier lach ik altijd. Ik lach gewoon altijd, ik ga niet boos kijken of zo. Er is altijd wel iets van lachen op mij gezegd. Dus de tweede reactie die ik krijg is gewoon, is trappen of zo. Er is niks grappig op dat moment. Het is gewoon mijn gezegd. Op school had ik daar ook altijd problemen mee. Het is niet de bedoeling om te lachen dan, maar. Lachen in een situatie waar je in de problemen zit of zo, dat is het ergste dat je kan doen dan die andere guy. Ik denk dat je helemaal te uitlachen bent. Ik was daar niet aan het doen. Ik lach toch gewoon. Ik dacht gewoon, ja, ik heb wel problemen. Dat speelde in mijn hoofd, dus ik lachte. Hij is trappen of zo. Als ik nu nee zag, of ja, wat maakt het uit? Dus ik zag gewoon niks. Ik zie dat die andere guys, ik denk dat ze met 4, 5 waren, die staan ook recht. Ik denk al van, ah, fuck. Ik zat echt al 5 uur op de trein of zo, snap je? Dan ben je echt al kapot. Ik sta daar met die zak in mijn hand, met 1 AirPod in mijn hand. Ik dacht gewoon van, hey, fuck it, man. Ik ga even op. Ik kan nu zo totaal mijn iPhone en mijn portefeuille en mijn AirPods en alles gewoon afgeven. Ik kan mijn t-shirt ook gewoon al opheffen als ik gestoken word. Ik kan ook gewoon zeggen, hey, doe maar, like, pak alles mee, ga maar weg. Dus op dat moment ben ik gewoon aan het focussen op niet nog een keer lachen, is echt gezegd. Ik probeer mijn gezet gewoon neutraal te houden, maar je weet niet hoe fucking moeilijk dat is, man. Dus ik sta daar zo een beetje moeilijk. Moest ik niet moe zijn, dan ging ik al bang geweest zijn, man. Ik was al zo moe. Ik dacht, hey, fuck it, man. Neem maar alles mee. In plaats daarvan is achter een van die guys gewoon, hey, kom zitten. Toen dacht ik van, what the fuck? Ze doen zo. Ze willen zo dat ik ga gaan zitten op dat bankje van de lijn. Ik met mijn tassen daarop gaan zitten. Ik dacht van, hey, chill, man. Ik ben moe. Ik kan hier even zitten. Tegelijkertijd wist ik ook van, yo, ik denk niet dat ze mij hier gewoon een vriendelijke plaatje aanbieden. Ik zit daar. Dat zo 4, 5 guys voor me. Door zo'n trainingspak, guys. Jullie weten altijd al welk type mens. Daarom ga ik niet naar die plek. Daarom kom ik normaal nooit zo laat daar. Het was niet de bedoeling om naar Oostende te gaan. Maar ik dacht dan echt wel, fuck it, man. Dus ik ga zitten. Ik ben blij dat ik kan zitten. Ik dacht van, hey, chill, ga even rust. Op dat moment neemt er een van die guys gewoon een van mijn tasjes. En hij begint daar gewoon in te kijken. En ik dacht dan van, oh, waarom? Na al die shit dat ik al heb meegemaakt vandaag, waarom? Zegt er een van die guys van, ja, waarom was je zo aan het chatten daarnet? Terwijl daar de andere guy mijn tas aan het kijken. Van, joh, ik was niet aan het chatten. Ik was niet naar jullie aan het kijken. Ja, we zagen daar iets tegen. En daar reageer je niet eens. Ik was naar muziek aan het luisteren. Like, is het zo moeilijk om dat gewoon te snappen? Zij waren ervan overtuigd dat ik moeilijk aan het kijken was naar het. Dat ik ruzie aan het zoeken was en dat ik dan aan het lachen was in hun gezicht. Ik moest daar wel blijven, want mijn laatste tram kon elk moment komen. Maar ik was al op zoveel manieren geneukt. En deze dag dat ik echt dacht van, hey, die tram gaat zo meteen al komen. Misschien moeten die guys niet op die tram of zo. Tuurlijk moeten die guys niet op die tram. Die chillen gewoon daar aan het lijnkotje in Oostende. Like, dat is gewoon hun chillspot. En als ik dan als guy gewoon kijk naar waar ik aan het stappen ben. Dan denk ik zeg dat ik naar hun aan het stappen ben. En dan naar heren kunnen. Dan vind ik het grappig. En dan heb ik problemen of zo. Ik zat daar echt gewoon te denken van, hey, wat moet ik nu doen? Moet ik gewoon weglopen? Moet ik hier blijven zitten en accepteren dat dit gebeurt? Moet ik ze een van mijn gekke karate moves boven halen? Dat ik gewoon 5 man in 1 keer nog koud leg? Misschien moet ik gewoon die, oh my god. Mo, shindeiro. Maar ik was moe, dus ik kon dat niet doen. Ik wist toch wel, als ik hier wegloop, dan ga ik nog meer gestoken worden ofzo. Het ergste was nog dat die guys echt duidelijk geen 19 waren. Misschien 16, 17, zo gewoon maar meer. Er kan hier elk moment gewoon een guy een roestig patatenmes uittrekken ofzo. En pff, terwijl was die ene guy nog altijd in mijn zak aan het kijken. Maar like, er zat daar niks in, er zat daar een beetje oude kleren in ofzo. Er zat daar een zwembroek in, een handdoek. Like, die zwembroek die er is, dat was die zwembroek die ik had gestolen van handen. Dus like, ik dacht van, hey, jullie mogen die wel hebben. Tegelijkertijd dacht ik dan ook van, joh, maar als deze guys mij gewoon hadden willen rippen, dan hadden ze gewoon direct alles meegenomen, maar is al lang weg. Dus ergens dacht ik, joh, misschien zijn deze guys ook gewoon aan het wachten op hun tram. Misschien moeten ze ook naar Blankenbergen. Misschien doen ze chill. Misschien doen ze creator code en tanks ace it. Ja, nee. Ja, wat doe je in zo'n situatie? I'm fucking no, man. Ik was er gewoon nog altijd op aan het letten dat ik niet moest lachen. En ik dacht van, joh, dan ga ik het alleen maar erger maken. Ik had zo mijn fucking zwarte jas aan. Die dikke nupte. En ik had een super wijde broek aan. Mijn broek hebben ze dus niet gestolen, dat weten jullie al, man. Spoilers. Ik had deze wijde broek aan. Zij voelt aan mijn jas en ik tik zijn hand weg van, hey, kom niet aan me. Op het moment dat ik zijn hand weg tik, begint die ene guy te roepen van, hey, kom niet aan me. Dan wil ik zeggen van, maar jij kwam aan mij. Maar dat gaat niet in zo'n situaties, man. Ik was gewoon te moe om bang te zijn of om iets van emotie te tonen. Dus ik zat daar echt gewoon. Ik had al geaccepteerd dat ik waarschijnlijk zonder schoenen naar huis ging gaan. Nu, mijn ene AirPod zat nog altijd in. Mijn andere was in mijn hand. Komt er ineens nog een guy naar me van, hij is in de AirPod. Hij pakt zo die ene AirPod uit mijn hand. Die andere zat nog aan mijn oor. Je weet niet waarom, maar hij steekt die fucking AirPod in zijn oor. En die muziek van mijn telefoon begint weer te spelen. En dit liedje begint te spelen. Hij haalt die fucking AirPod uit je vieze oren. Maar ik was niet in de fucking positie om dat te doen. Hij haalt die AirPod direct eruit zijn handen. Hij gaf die terug. Ze begonnen me zo een beetje uit te schatten voor gay. En dat ik veel te wijde broek aan heb. En dat ik gehaald heb en shit. Ik had nog geluk dat ze niet wisten dat ik ace was. Snap je wel? Anders gaan ze allemaal fucking filmpjes te maken op Instagram. Maar like, dat is niet hard, man. Dus ik stond echt gewoon, like, schaapmat. Al 3 minuten. Maar ze wouden het niet afmaken of zo. Ze waren gewoon aan het wachten of zo. Ik weet niet wat ze aan het doen waren. Het verbaasde me echt dat ze nog niet waren weggelopen. Maar mijn shit. Die ene guy had de kans al gehad om mijn AirPod te rippen en zo. Dat is allemaal niet gedaan. Dus ik zat daar ook echt aan te denken van, wat zijn deze
deze guys aan het doen? Die tram komt gewoon. Die guys gaan ook op die tram. Maar ze laten mij gewoon maar rusten, man. Vanaf die tram kwam, hebben ze mij gewoon gerust gelaten. De eihalte verder afgestapt. Toen kwam ik in Blankenberg, had was mijn fiets ook nog eens gestolen als station. De guy die mijn fiets heeft gestolen. Banden zijn plat en shit. Die fietsen zijn helemaal naar de klote. Veel plezier daarmee. Wat heb ik hieruit geleerd? Je moet echt gewoon naar beneden kijken. Of gewoon naar je telefoon kijken. Want als je recht voor je kijkt en je kijkt gewoon per ongeluk naar iemand. Maar like, je bent niet naar hem aan het kijken. Je bent gewoon aan het kijken. Dan heb je probleem. Dat is gewoon kut. 1 dat ik alleen was. 2 dat ik in Oostende was. 3 dat het zo laat was. 4 dat ik al op 10.000 manieren mijn red geneukt was die dag. Daarom. Respect voor hun, man. Was dat hem echt kunnen rippen? Niet dat ik iets bij had, maar bedoel, die zwembroek van Hanwij lag me wel nauw bij het hart. Dus ze hadden die kunnen meenemen. Hebben ze niet gedaan. Maar ik lijf nog, man. En ik heb niks van mes stijgen. Zien jullie dat? Niks. I'm clean. Hey, maar ik lijf wel nog. Dus, sorry, man. Thanks for watching. Storytime! Er zijn guys bij mijn deur geweest, dus hebben ze wel creator code dat ik eens zit op de stoep geschrapt. Ik weet niet of ik dat eng moet vinden of zo, man. Ik reed, Claude! Fat pussy! Heeft eentje al gestuurd, like, als dit de virus is. Hey, we going in! We going in! 5, 4, 3, 9, 10. Waarom zijn al deze dingen Russisch? Kijk, dit ziet er eigenlijk wel gewoon oké uit. Pokémon Go! Ik dacht Pokémon Go, het gaat hack zijn, Pokémon Go ofzo. Het is Pokémon Go!